Talletje. Goedemorgen allemaal en dit is alweer de laatste dag. Misschien zoals je net hebt kunnen zien, hebben we dus de kamer helemaal leeg gehaald en uitgecheckt. En ja, we gaan zo vliegen. De lucht ziet er behoorlijk grijs uit achter me. Oeh. We hebben zo meteen lekker een taxi. En we lopen nu nog eventjes hier overheen, want het hotel zit hierachter. We lopen hier nog even lekker overheen. Lekker bij het water. En je hebt daar natuurlijk het museum nog. Dit is heel gek, vind ik wel. Je denkt van, het is toch leuk hier. En zo meteen vlieg je weer weg. Ze hebben echt heel veel lieve meeuwen zitten. Kijk hoe cute deze zijn. En die kopjes. Super lief. Ja, maar ja, in ieder geval, we vliegen zo meteen dus terug. Papi staat daar achter me. Die staat, ik weet niet, ik weet eigenlijk niet eens wat hij allemaal aan het doen is. Ik heb de laatste paar dagen zowel HD als de Eco-stand gefilmd. Deze trip terug film ik op de Eco-stand. Dus ja, ik hoop dat alles een beetje goed te zien is, dat alles goed gaat. We hebben zo meteen een taxi en dezelfde meneer die ons hierheen heeft gebracht, die brengt ons zo meteen ook weer terug naar het hotel. Oh jongens, het is het water groen. Oh, die man die brengt ons dus straks terug naar het vliegveld toe. En ja, dan gaan wij 5:30 gaan we weer de lucht in. Waar ik heel erg bang voor ben, want mijn neus zit helemaal dicht en ik ben... Ik weet niet, mijn oren doen gewoon nog steeds heel veel zeer. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Maar dat zullen we allemaal wel zien. Ik denk dat het echt wel goed gaat komen.
Ik ben weer thuis. Ik ben echt heel erg blij om weer thuis te zijn, heel eerlijk gezegd. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik hoop dat de vlogs ook ontzettend leuk worden. Maar ja, we gaan het gewoon allemaal zien. In ieder geval, dit was dus de allerlaatste Belfast vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef deze video een blauw duimpje omhoog. Ik heb het heel erg goed ervaren. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En ja, ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!